Opgave 1 van het bedrijfseconomie-examen, eerste tijdvak van 2024, gaat over het rekenen met samengestelde interest en over het verschil tussen aandelen en obligaties. Laten we maar snel beginnen. Het gaat over Rita. Hij spaart om over 10 jaar een huis te kopen. Hij haalt een heel laag rendement op dit moment op het spaargeld. Dus hij zoekt naar mogelijkheden om een hoger rendement te halen of eigenlijk een hogere rente te krijgen. Hij heeft de volgende spaarvormen gezien. Direct spaarrekening, variabele rente, dus de rente die varieert en is 0,2% per jaar. En je kan tussentijds je geld opnemen. En je hebt de spaarvastrekening met een vaste looptijd en een vaste rente. Bij 5 jaar vastzetten, dus niet bij kunnen komen, krijg je 1,1% rente per jaar. Zet je in de 10 jaar vast, is het 1,35% per jaar. En het gespaarde bedrag kan dan niet tussentijds worden opgenomen. Eerste vraag. Als hij het spaargeld voor 5 jaar vastzet, loopt hij het risico dat tijdens de looptijd de rente op de markt... Natuurlijk, als jij je spaargeld 5 jaar hebt vastgezet tegen 1% rente, dan loop je natuurlijk het risico dat de rente stijgt. Hè? Want als de rente stijgt, betekent het dat de marktrente boven die 1,1% uitkomt en dan had je beter eigenlijk je geld niet op die spaarvastrekening kunnen zetten. Dus dat is het risico wat hij loopt. En die spaarvastrekening is natuurlijk een vorm van vrijwillig sparen. Je wordt niet verplicht om dat te doen. Je kiest er zelf voor om je geld 5 of 10 jaar vast te zetten. Tweede vraag. Rida onderzoekt hoe groot het verschil in rente is wanneer hij 20.000 euro 10 jaar op de spaarvastrekening stort met een looptijd van 10 jaar. Dus dat is deze met 1,35% rente. Of eerst 5 jaar op de 5 jaar spaarvastrekening en daarna het totale bedrag inclusief rente op de direct spaarrekening. Dus eerst doet hij 5 jaar deze en dan zet hij het geld om naar die. En dan is de vraag, Rita verwacht dat de interest op de direct spaarrekening de komende 10 jaar niet wijzigt. Dus dat blijft 0,2% per jaar. Bereken het verschil na 10 jaar in de verwachte interestopbrengst in euro's tussen de bovenstaande twee keuzemogelijkheden. Dus de eerste keuzemogelijkheid, 10 jaar op deze rekening, 20.000 euro tegen 1,35% rente. Wat is dat? Dat is 20.000 keer 1,0135 tot de macht 10 komt hij uit op dit bedrag. Tweede optie, 5 jaar op deze rekening en dan op die rekening. Dus 20.000 euro staat eerst 5 jaar tegen 1,1% rente vast. Dat is hier die 20.000 keer die 1,011 tot de macht 5. En daarna zet hij het over op die andere rekening, krijgt hij 0,2% rente per jaar. Dus dat is 1,002 tot de macht 5. Kom je uit op dit bedrag? We moeten niet de bedragen uitrekenen, maar we moeten het verschil na 10 jaar uitrekenen. Dat is die min die. En dan kom je uit op 1533 euro en 51 cent. En dan hebben we hem. Dus goed kijken, het gaat om het verschil. Na verder onderzoek heeft hij de volgende opmerking. Rida kan ook kiezen tussen beleggen in een beleggingsfonds of zelf beleggen. Rida kiest voor beleggen in een beleggingsfonds omdat hij daarmee een hoger rendement verwacht te behalen. Vraag 3. Geef een reden waarom beleggen in een beleggingsfonds kan leiden tot een hoger rendement. Nou, als je in een beleggingsfonds investeert, dan beleg je niet in één aandeel, maar dan beleg je in een mandje van verschillende aandelen. En dat betekent dat het risico lager is, want het kan zijn dat één aandeel het misschien minder goed doet, maar de andere nog steeds goed. Dus het zorgt ervoor dat het risico meer gespreid is bij een beleggingsfonds. En ten tweede is het zo dat de mensen die natuurlijk bij een beleggingsfonds werken en daar jouw geld beheren, daar verstand van hebben en op die manier dus waarschijnlijk een hoger rendement kunnen halen dan jij. Nou, er is er nog één en dat is deze. Die staat nog verder in de uitwerking. Dan de laatste vraag. Noem 3 verschillen tussen obligaties en aandelen waaruit blijkt dat beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in aandelen. Nou, hier staan er een paar. Op een obligatie krijg je altijd een vaste rente. Dus die is onafhankelijk van hoe het met het bedrijf gaat. Op aandelen krijg je dividend en die zijn afhankelijk van of het bedrijf winst maakt of niet. Dus dat is de eerste, dat je minder risico loopt op een obligatie. Je moet dus iets zeggen over de obligatie en over de aandelen. Nou, bij aandelen zijn vaak de koersschommelingen groter dan bij obligaties.
en obligaties worden afgelost. Hè. Na verloop van tijd krijg je dat geld terug. En bij aandelen niet. Ja, je kan ze wel verkopen, maar je bent er niet zeker van dat je je geld terugkrijgt. Verder is het zo dat als het bedrijf waarin je of waaraan je geld hebt geleend door obligaties te kopen, of waarin je aandelen hebt gekocht, als dat bedrijf failliet gaat, dan worden de schuldeisers, dus de obligatiehouders, eerst uitbetaald. En de aandeelhouders pas als allerlaatste, of eigenlijk die worden niet uitbetaald. Dus daarom loop je bij aandelen ook, zeker als het faillissement intreedt, een groot risico dat je niet al je geld terugkrijgt. 1 punt per juiste antwoord, je moet er 3 noemen. Tot zover de eerste opdracht van dit examen. Top dat je hem gemaakt hebt en bekeken hebt. Succes met het maken van de volgende.